Ja, hier voelde ik me echt, echt het allertrotst. Kijk nou, wat een blijdschap, man. Ik kan het wel zien. Ja. Ja, dit was het mooiste moment. Wat ik me kan herinneren was dat we uitgenodigd werden, dat Nederlands elftal voor het eerst, Frank en ik. En wij kwamen op Schiphol, maar ze hadden geen schoenen voor ons. Dus we waren eigenlijk al trendsetters toen. Toen hadden we een pak met gympies eronder. En zo moesten we reizen. Nou, iedereen vond dat al wel hilarisch dat wij daar met z'n tweeën dat moesten doen. Frank speelde geloof ik de eerste helft en ik kwam de tweede helft. Maar volgens mij had niemand door dat we gewisseld werden. Toen dacht allemaal dat ik nog steeds Frank was. Die Krol speelde nog. En dat was wel twee generaties verder, weet je. Dus dat was een heel rare gewaarwording. Dat je daarmee je interlands moest spelen. Maar ik zag wel dat het niveau van ons niet het niveau was wat moest zijn. Het moest nog groeien. Totdat we op een gegeven moment mijn generatie van UEFA allemaal doorbrak. Hè, met Danny Blind, Kieft, Frank. En de generatie er net onder. Vanenburg. Van Basten, van het Schip en zo, weet je, die allemaal ging samenkwamen. En toen begon er iets te groeien. En dat was natuurlijk Rijvers, hè, die de eerste keer die dat risico nam. Morren, kans voor Gullit. En ik kom er door, een nieuwe kans voor Gullit, goal. Ierland uit was natuurlijk het summen dat je daar het heft in handen nam. Gaf 1 of 2-0 achter en ik zei op een gegeven moment, ja, we moeten dit. Ik zeg, nou, we moeten helemaal niks. Ik zeg, we moeten gewoon naar voren toe en we moeten gewoon gaan ervoor gaan. En ik ging gewoon naar voren toe en we wonnen gewoon die wedstrijd. De kans voor Gullit op 3-2, het is 3-2. Ruud Gullit, wat een vreugde en wat een schitterende wedstrijd. Speelde 21-jarige Feyenoord en hij wordt verdolven. En wat een schitterende goal was dit. Nou, toen hebben we natuurlijk twee keer pech gehad. Eén keer in de laatste drie minuten tegen België dat we, hè? En natuurlijk die 13, wat was het, 12-1 of zo met Spanje. Nou, dat is natuurlijk een vervelend dat het je overkomt. Dan moet je maar niet in die situatie komen. Dat moet je eigenlijk al moet je voor zijn. Je had een hele talentvolle groep die opkwam, wat ja. Later ook de basis voor 88 werd. Die moesten het wel heel lang doen zonder eindtoernooi. Daarvoor was het ook zo gek toen we ons wel kwalificeerden. En ook weer met moeite, hè? Door die wedstrijd die we dan over mochten spelen. Je nagaat een beder en dan krijg je dat met zo'n bom op het veld. Dan denk je, oh, zou het er niet gebeuren. Van Tichelen. En daar ontploft een geweldig projectiel in het strafschopgebied van Cyprus. En het feit dat we toch mochten spelen, dat heeft ons wel gered, ja. Jij bent ook al aanvoerder, als je naar 88 gaat, zeg maar. Wat was jij voor aanvoerder? Nou ja, ik nam alle verantwoordelijkheid. Ook als het minder was, dan zei ik van, nou, mij mogen ze aanvallen. Ik zeg het wel. Dus dan kreeg ik alles over mee, maar dat kon ik wel dragen. Ik had wel heel veel overtuigingen van mezelf, een beetje te veel soms. Ik ging zelfs een keer zingen ook. Dacht ik ook dat ik dat kon. Dus niet. Lekker nummertje toch? Dat wel, ja, top. Dan zeg ik altijd, ja, heb jij de top 10 gestaan? Nee, ik wel. Als we naar 88 gaan, wat voor team was dat, zeg maar? Ons voordeel was dat PSV heel goed ging. Ajax ging goed, hè, UEFA Cup. PSV de Champions League. En twee Nederlanders, die wonnen bij Milan wonnen ze ook nog het kampioenschap. Dus we hadden drie fronten, wonnen we gewoon alles. Zoveel ervaring. Ja, dat moest wel tot iets komen. Alhoewel we dat toen nog niet beseften. Ja, dat was voor ons eigenlijk meer een voor het eerst dat je op zo'n toernooi bent. Hoe gaat dat? Dat was allemaal nieuw. Vooral ook omdat Michels was ons trainer. Dat was heel gek. Want wij wisten natuurlijk alleen maar dat hij keihard was. En dat hij medogeloos was. En dat weet ik allemaal niet. Nou, dat viel allemaal best wel mee. Dat was helemaal niet zo. Ik heb het hem naderhand ook gevraagd. Dat zei ik ook tegen hem. Ja, iedereen zei altijd dat je zo dikker had, maar je was heel mild voor ons. En toen zei hij, ja, dat hoeft ook niet, want jullie waren al profs.
Ik hoefde jullie niks te zeggen. Ik hoefde jullie niet te corrigeren. Dat wisten jullie precies al wat wel en wat niet kon. Dus ik hoefde het eigenlijk alleen maar aan te kijken. Ik hoefde alleen maar de trainingen te doen. En voor de rest deden jullie alles zelf. En ik weet nog dat ik toen ik bij Nels had, dat ik was moe. Ik was echt moe. Ik had een zwaar seizoen gehad. Ik moest gewoon langzaam die batterij weer opladen. En het duurde eigenlijk tot aan de finale. Kun je nagaan. Ja, daarna kopte ik die bal erin. Van Basten niet buitenspel. Gullit, doe het! 1-0! Die wedstrijd voelde ik weer dat de kracht ging terugkomen. Daarvoor heb ik eigenlijk alleen maar keihard gewerkt voor mijn elftal. En ik was natuurlijk hartstikke blij dat Marco natuurlijk helemaal fris in die EK kwam. Die was natuurlijk een half jaar geblesseerd geweest met half seizoen met Milan. Die was helemaal fit en die was gretig en die wilde. Dus ja, elke bal gaf ik op hem. Ik weet niet hoeveel assist ik wel niet heb gegeven in het toernooi, maar ik was daar zo blij mee. Dat hij die frisheid wel had. En hij was gekrenkt. Hè? Hij was echt hij was op een missie. Ja, Marco was geweldig. Ruud. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook veel met elkaar gespeeld bij Milan en ook bij het Nederlands elftal. Mooie dingen meegemaakt. Maar je bent altijd een geweldige steunpilaar geweest. Een man met een enorme grote persoonlijkheid. Belangrijk voor het team, belangrijk voor de spelers. Je was in staat om goed te spelen, maar je was ook in staat om het altijd leuk en gezellig te maken. En dat is uiteindelijk ook iets wat belangrijk is voor een speler en ook voor een team en een hele organisatie. Dus daarin was jij altijd een groot speler. Ga je goed? Nou, dat zijn mooie woorden. Als ik de bal aan Marco gaf, dan ging die bal erin. Ik zeg, als ik zelf schoot, dan kon hij erin. Ik zeg, nou, dan gaf ik hem liever aan Marco. En dan keek ze hem aan en zei ze, ja, maar je hebt toch gauw bal geworden, toch? Jij toch? Ik zeg, ja, maar je moet ook weten wat je beperkingen zijn. En waardoor je... Want als Marco scoort, win ik ook. Maakt helemaal niet uit. Als we een stapje terug gaan naar de finale, halffinale, Duitsland. Dat wordt natuurlijk misschien nog steeds wel gezien als eigenlijk de wedstrijd van het toernooi. De finale was dat eigenlijk, ja. Sommigen moest je echt in de toom houden. Van Breuken moest je gewoon in de toom houden. Dat je denkt, doe normaal, man. Waar heb je het over? Wat deed hij dan? Wat zei hij? Nou, gewoon te agressief. Doe niet zo gek. Doe niet zo gek. Ja, ik was ook teleurgesteld met 74. Maar ik had gewoon het gevoel dat ik gewoon van een geweldig team in Duitsland van hem had gewonnen. Dat was eigenlijk het wonder dat ik voelde. En ik had niet zo'n gevoel van, ja, eigenlijk mijn fiets terug en weet ik wel, allemaal wat voor teksten allemaal. Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1, vlak voor tijd! Marco van Basten! Dat op een gegeven moment, de dag, volgens mij van de wedstrijd, dat Michel zei van, wel leuk jongens, dat die zijn. En voor ons gevoel hebben we de finale al gewonnen, maar we moeten nog een finale. Hij zegt, nu dat we hier toch zijn, laten we het dan ook gewoon afmaken. En nog één keer. Even. En dat was heel gek. En toen, in één keer, iedereen was weer één keer wakker, zo. Dat kon je gewoon zien. En toen hadden we echt het gevoel van, ja, we gaan nog, we moeten nog even één keer even vlammen. Ja, dat was wel. Iedereen weer was weer bij de begon. Ik vond toen de Russen iets beter speelden als de allereerste wedstrijd. Maar wij scoorden de eerste goal. Ja, ik mocht die vrije trap nemen, dus daar kwam die corner uit en daar kwam die goal. Dat was een bevrijding. Maar het was vooral een bevrijding voor mezelf ook, omdat ik toen in één keer van, oh, toch. Uitzoeken zo lijkt het. Raak 1-0. Toch ergens een stempel kunnen drukken. Onder het feit dat je voor het elftal geknokt hebt, gedaan hebt, dat je toch nog even dat krijgt. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja, dat is de goal. Dat is denk ik de mooiste goal die er ooit gemaakt is in een EK, WK. Ja. Marco kan het nog wel 100 miljoen keer proberen, maar dan gaat hij echt niet lukken. Maar alles klopte gewoon. O, Jezus Christus. Kijk eens even. Nee, heb ik nog niet gezien. Deze foto ken ik natuurlijk wel. Dat was echt nou... Het allermooiste momenten in je carrière, dit. He, want bekers winnen met je club, dat is één. Maar voor je land is het wel het allermooiste. Dan weegt hij echt zwaar. Ja, hier voelde ik me echt, echt het allertrotst. Kijk nou, wat een blijdschap, man. Ik kan wel zien. Ja,
Ja, dit was het mooiste moment. In die bus realiseerden we dat al dat publiek dat er allemaal stond langs de kant. En zo. Nou, dat was echt ongekend. Ja, het is echt ongelooflijk. Dit is echt het mooiste wat je kunt meemaken op sportgebied, denk ik. Natuurlijk met die boten, dat was ook... Ja, je weet niet wat je ziet. De blijdschap van alle mensen. Mensen in de grachten springen, allemaal gekkigheid. In 90 was het een iets ander verhaal. Met eigenlijk ook de bewierookte Michels wel in een soort van hoofdrol. Ja. Hoe veranderde zijn rol na het EK? Ja, die werd eigenlijk wel vervelend. Maar deze groep wist ook dat we iemand nodig hadden die deze groep echt onder de duim had. Dus daarvoor hadden we ook gestemd om Johan dat te laten doen. Alleen, ja, sommigen waren natuurlijk wel een beetje bang. Omdat ze dachten van, dat wordt alleen maar Ajax. En ik had het gevoel ook dat Michels dacht was om, als Johan trainer wordt, zeg voor zo'n wereldkampioen ook. Dat gevoel kregen wij ook. En dat is nooit een goed gevoel. En daardoor liep je een beetje te fucken een beetje in dat trainingskamp. Dat was echt heel vervelend. En toen was er al van alles gebeurd in het Nederlands elftal. Interviews van spelers die normaal hun mond moesten houden. Die gingen in één keer met hele interviews geven. En het bestuur moet oprotten en het bestuur moet dat en weet ik veel. Ik had er steeds minder zin in om te gaan voetballen. De sfeer was verschrikkelijk. Dat is het enige toernooi dat ik de hele tijd op mijn kamer mee ben blijven zitten. Ik kon er geen plezier aan beleven. Helemaal niks. Zo ver zelfs dat net voor de wedstrijd tegen Ierland, Marco en ik wilden ermee kappen, wilden naast hem. We hadden er genoeg van. Toen hebben we heel lang met Beenhakker gezeten, hebben we alles besproken. Toen ik er van af was, hadden we gezegd, oké, dat hebben we nu besproken en alles kunnen we dan met mij doen. Nou, dat is het, ja, dat kunnen we zeg maar. En toen ging ik weer goed voetballen, want ik scoorde meteen een goal tegen Ierland. Was er vanaf. Kieft, Hullet, danger here. It's Roon Hullet. It's a great goal. En het jammere was dat we eigenlijk onze beste wedstrijd tegen Duitsland, door die rode, ja, dat geval met Frank, dat in één keer die wedstrijd uit je handen glipt. Want dat hoefde helemaal niet. Want we waren beter dan die Duitsers. Was je blij dat het erop zat dan? Nee, want dat was onze beste. Ik dacht van nou, net op het moment dat ik het vanaf ben van al die sores en dat je het eindelijk voor elkaar hebt. En dan krijg je dit. Maar het had te maken met, ja, met dat karma van het elftal. Ja. 2 jaar later Zweden. Ik weet alleen dat ik dat toernooi op een manier gebruikt word, daar was ik niet blij mee. Ik moest rechts buiten staan. Daar was ik absoluut niet blij mee. Omdat ik me niet kon uiten. Ik moest alleen maar rennen. En wat deden ze nou? Elke ploeg die zag mij daar, die dacht van, als die Gullit maar zo ver mogelijk weg is bij mijn strafgebied. Dus wat ging die linksback doen? Die ging alleen maar lopen. En dan moest ik er achteraan rennen. Ja, dat was niet fijn. Ondanks het feit dat we wel goede resultaten hadden. Maar voor mij persoonlijk, ik heb het gedaan. Maar dat was niks. Het was ook een raar toernooi. Want wij verloren geen wedstrijd. We wonnen ook nog van de Duitsers. En we zaten niet in de finale. Dat was heel gek. Dat was allemaal heel raar. Ja, door die penalties natuurlijk. Degene die hem normaal altijd iets schiet, die schoot er nu in. Dat kan. Marco van Basten. Oh, he hasn't scored. Schmeichel has saved it. Maar we hadden wel weer een goede mogelijkheid om het weer te winnen. We komen richting het eind. Advocaat die wordt de bondscoach. Hoe was jouw band met hem? Zeg maar? Ik had een goede band met hem. In de kwalificatie? Ja, ik had een goede band met hem. Naar. Alles. Ik was in vorm. Ik had alles. Ik was te principieel. Ik wil beginnen met een mededeling. En die is dat Ruud Gullit besloten heeft om bij Nederland zelf te stoppen. En ik denk ook met het gevoel van het EK in Zweden, dat ik dacht van nee, ik ga niet weer mijn eigen het schompers lopen alleen maar voor alleen maar om mensen die mij weg willen halen uit het strafgebied, dat ik de hele tijd erachter, dat ga ik niet meer doen. Iedereen mag denken, wat ik al zeg, mag eigenlijk denken wat hij wil op dit moment. En omdat ik ook geen reden opgeef waarom ik het doe. Ik ben nog steeds van overtuigd dat juist was, alleen ik heb wel spijt van hoe ik het gedaan heb. Ik had beter het kunnen bespreken met Dick. Heb ik niet gedaan. Dick heeft er ook spijt van dat hij dat niet met mij gedaan heeft. Het ging me om het plezier. Ik moet plezier hebben in hetgene wat ik doe. Als ik dat niet heb,
dan heeft het geen nut. Dit is je definitieve afscheid van het Nederlands elftal? Ja, dit is mijn definitieve afscheid van het Nederlands elftal. Het is ook een raar rijden, maar ja, het is hoe het is. Soms loopt het zo. Spijt van mij, ik heb niet zonde. Het gevoel van, nou, dat zit echt op mijn... Nee, dat heb ik je wordt niet. Er niet meer, je was niet meer wakker. Nee, dat heb ik niet, nee. Sullit, hij mag door. En hij zit er weer in. Ja, Oranje is geweldig. Natuurlijk trots. Johan die dat neergezet heeft. Wij die dan een toernooi gewonnen hebben. En Naranja en Mechanica. Iedereen heeft het erover, Oranje. Nou, dat je daar een steentje aan bijgedragen doet, ben ik wel heel trots op. En een schitterende goal van Ruud Gullit. Gullit. Ruud Gullit en de poeier. Gullit, doe het. 1-0.